Dan aandacht voor de muziek, want Ed Sheeran die heeft een rechtszaak gewonnen nadat hij voor zijn hitsingle Shape of You is beschuldigd van plagiaat. In dit geval beweert zanger Sammy Chokri dat hij dit lied een kopie is van zijn lied Oh Why. Weet u wat? Oordeelt u zelf maar. Anders. Ja, bij mij aan tafel Tjeerd Oosterhuis, radio-dj Gerard Ekdom. Welkom, mannen. Ja, ik zag Merel, ik zag jou al meteen kijken. Lijkt wel heel ja, erg. Dit lijkt wel heel erg, maar goed, ja, ik ben geen kenner. Dus... Even voor de goede orde, wat is plagiaat, Tjeerd? Nou, dat het echt gestolen moet zijn. Maar dan moet je ook wel kunnen aantonen, denk ik, dat iemand die iets heeft geschreven, ooit iets heeft gehoord, waardoor die dat heeft kunnen schrijven of kunnen stelen. Ja. Soort van, dat hoort er ook een beetje bij, want anders moet het toeval zijn, toch? Juist. Het is ook vaak toeval. Ja, in de popmuziek is het vaak toeval. Mensen die van elkaar niet wisten, heb jij het echt geschreven? Oh ja, sorry. Zullen we een checkje doen of zo? En zo gebeurt het ook. Dat gebeurt vaak. Het gebeurt ook anders met Ed Sheeran. De vorige keer heeft hij moeten settelen met iets. Maar deze keer won hij. Had jij deze uitkomst verwacht? Nou, ik hoopte het voor hem, want ik wist namelijk dat dit wel een voor hem ernstig ding was. Omdat, ja, je bent muzikant, je schrijft. En Ed Sheeran is niet de kleinste. Kijk, als hij nou een heel klein artiestje was geweest, hoewel... Qua lengte valt dat ook wel weer mee, maar goed. Snap je wat ik bedoel? Dan ga je dat niet doen. Maar Ed Sheeran is een van de grootste sterren van dit moment. Dat valt een hoop te halen. Dus ja, natuurlijk, probeer je dat. Maar dan moet er dus een rechter, die er misschien helemaal geen verstand van heeft, daarna luisteren. En die heeft dus gezegd, je hebt gelijk, Ed. Maar hij wordt toch wel opvallend vaak beticht van plagiaat, Ed Sheeran? Ja, maar dat had Michael Jackson ook in de '80s. Op een gegeven moment ben je zo groot en dan moet je gaan verantwoorden, hoe kom je aan die melodieën? En ja, elke toonsoort, elke toonladder is al een keer gemaakt. Dus het is nu de kwestie om hem in een andere volgorde te zetten of anders te interpreteren. Ja, ja. Hij plaatste een bericht, volgens mij, op zijn Instagram. Ja, waar hij wel een kleine reactie gaf. Ja, die stond... Die staat nog niet voor. Een hele kleine reactie. Komt-ie aan. It's really damaging to the songwriting industry. There's only so many notes and very few chords used in pop music. Coincidence is bound to happen if 60,000 songs are being released every day on Spotify. I don't want to take anything away from the pain and hurt suffered from both sides of this case, but I just want to say I'm not an entity. I'm not a corporation. I'm a human being. I'm a father. I'm a husband. I'm a son. Ja, dit is gewoon heel duidelijk. Hier zit ook echt een advocatenteam bij. En die denken dan, hier kunnen we echt geld maken. Jongens, dit nummer, hè, dit originele nummer waar het van gestolen zou zijn... dat had misschien, ik heb het voor een paar maanden, of nee, een maand geleden bekeken... misschien 20.000, 30.000, 40.000 streams. Nou, dus dat is geen hit, dat is niet een heel bekend nummer. En nu? Nu zal het wat meer zijn. Ja, waarschijnlijk. Maar op het moment dat een advocaat denkt... Hey, er zijn zoveel voorbeelden van waar je wel wat kan schikken en wat kan halen... dit is de grootste hit ever, zo'n beetje. Nog steeds, toch? Jij weet het ook, hè? De Shape of You. Dus op het moment dat je een procent kan pakken... van een heel klein stukje uit zo'n nummer... kan je al helemaal binnenlopen. Dat zou gewoon ook een beetje raar zijn... dat die jongens dan in één keer miljoenen kunnen pakken... op iets wat Ed ook echt nooit had kunnen weten. Ja, dus misschien met de rechtszaak, maar misschien ook al door naar het nummer te gaan luisteren. Want jij zei 20.000 keer. Volgens mij staat hij op 2 miljoen nu op YouTube. Nou, dat is dan heel mooi, maar dat is echt van de laatste weken dan. Ja. Maar het voelt... En waarom is het zo lastig om te beoordelen? Nou ja, allereerst snap ik zijn gevoel heel erg... dat hij zich heel erg aangetast voelt. Want hij is gewoon echt een jongen die echt heel goed kan schrijven... en een fantastisch artiest. En hij heeft het voor zijn gevoel ook echt niet gestolen. En als je het ook gaat analyseren, dan merk je ook dat dat lijntje... nu zet je dat in dezelfde tangensoort en dan lijkt het op elkaar. Maar als je het in het nummer bekijkt, heeft het een heel klein percentage onderdeeltje in het nummer. Het is niet de toplijn, het is niet de tekst. Het is, de toplijn is de melodie, hè, in de tekst. De akkoorden zijn anders, dus er zit een gevoel met een OY en YO. Ja, en dat zit ook op een andere tel. Ja, als je dingen in dezelfde toonsoort zet, kan er nog veel meer op elkaar lijken. En jij zegt, dit is van alle tijden, want voor mijn gevoel is dit iets van de laatste jaren. Nee, kijk, je hebt nu 60, 70 jaar popmuziek. Dus er komt steeds meer bij, net wat hij heeft, er komen 60.000 songs per week... Als een kraan op dat Spotify, dat loopt maar door. Het is ook bijna niet meer vol te houden. Vroeger was er een plaatmaatschappij die selectie voor je maakte. Deze week krijg jij die en die platen. En we wachten nog even een paar weken met het uitbrengen van die. Maar nu, alles komt op je af. Dus je kunt niet alles horen, als muzikant ook niet. En dit is van alle tijden. Paul McCartney werd ooit wakker met Yesterday in zijn hoofd... in de veronderstelling dat dit nummer al bestond. Hij zei, dit melodietje. Iedereen heeft gebeld, dit nummer bestaat toch? Ik werd hiermee wakker. Kijk, wij worden wakker met hele andere dingen. Nee, met Yesterday.
Dus hij ging twijfelen aan zichzelf. En nee, het nummer is er echt niet. Neem op. Hij wacht nog steeds. Met iemand moet komen met plagiaat. Maar het is echt dit is wel een heel goed voorbeeld. Je hebt een aantal andere voorbeelden meegenomen van plagiaatzaken. Joe Satriani. Ja, dit is een hele mooie. We kenden allemaal Coldplay, Viva La Vida. Mm-hmm. Nou, dit was een zaakje. Eerst Satriani. Ja, dat was een dingetje, ja. Duidelijk, toch? Ja, oh, dit hoor ik dan dus weer. Ja, maar ik denk dit is gewoon... Maar ik vind Coldplay heel leuk. Misschien denk je dan ook voor Coldplay. Ja, precies. Ja. Het lijkt duidelijk, maar voor mij is dus die lijn, hè, die... Dat zijn voor mij de cliché. Dat zijn heel veel dingetjes. Dat zit in nog veel meer nummers. Hè? Als we gaan zoeken, dan vind je dat. Maar hoe is dit gegaan? Hoe is dit afgelopen? Nou, dit werd een check. Daar gaan we weer. Dit werd gewoon die eerste rechtszaak. Coldplay heeft gezegd, hier. Wacht even, dus Satriani gewoon aan de bel trekken. Ja. Satriani kon uit eten en flink ook, denk ik. Er zijn er meerdere. Je hebt Chris gebeld. Dit is mijn nummer, luister even, gast. En Chris heeft gezegd, ja, Chris wist waarschijnlijk ook niet van het bestaan van dat nummer. Waarschijnlijk ook toeval. Ja. Of misschien stiekem ergens gehoord. Maar dat is geen hit geweest. Joe Satriani, het is een instrumental ook. Maar dan vecht je het toch aan? Ja, maar dat is reputatieschade. Ik denk dat hij dacht, weet je wat, nu gewoon maar betalen. Ja. Anders nou, en misschien vond hij het ook wel een supergoed nummer. Dacht hij, die verdient ook wel wat aandacht en geld. Maar het is vaker gebeurd. Billy Joel schreef Goodnight Saigon. En toen kwam Thomas Dolby met een liedje van 2 jaar daarvoor, Airwaves. Luister even naar dit. Ah, fuck, zegt Billy. Ik ken dit nummer niet, maar je hebt gelijk. Hoeveel wil je? Je kan er natuurlijk een discussie van maken, maar je verliest het ergens natuurlijk ook als mensen dat nou eenmaal vinden. En dat is natuurlijk ook heel vervelend. Wat wel een langlopendere zaak werd en ook breed uitgemeten, en zo is dat een beetje gaan leven allemaal, is de erven Marvin Gaye. Ja, maar dat is een discussiepunt. Ja? Ja. Vertel. Dit is heel lastig. En ik vond dit voor de popmuziek ook een echt vervelende zaak, omdat ik dacht, nu kan niemand meer geïnspireerd zijn. Kijk, iedereen is verplichtig aan iemand. Iedereen is geïnspireerd geraakt door die of die of die. Robin Thicke en Pharrell waren geïnspireerd geraakt door Marvin Gaye's Got to Give It Up. Ze hebben niets gehad. Ze hebben alleen de sfeer van het nummer gepakt. Ja. Dus geen toonladder, geen toonsoort, geen teksten, niets. Alleen de sfeer. Zullen we eerst vooral even luisteren? En dan hebben we vooral de koebel. De percussie. Laten we even luisteren. Eerst Marvin Gaye, daarna Robin Thicke, daarna gaan we het erover hebben. Hebben de heren dit verloren? Ja, ze hebben het verloren. Maar dat is heel vervelend, want nu kun je niet meer geïnspireerd zijn door dit nummer. Marvin Gaye, ze hebben ook gewacht tot het een monsterhit was. Marvin Gaye is al overleden, dus wie doet dat dan? De erfgenamen van Marvin Gaye, die familie zit er bovenop. Want meteen als er ergens een filmpje geplaatst wordt met Marvin Gaye eronder... Ze weten het meteen. Ze hebben robotjes. Ik weet niet. Ze hebben hele goede robotjes. Die hebben dit gehoord. Ze hebben ook gewacht tot het echt een wereldhit was. En pas een jaar daarna, toen ze wisten... dit was wel een van de grootste hits van 2013. Toen hebben ze niet eerst Pharrell Williams gebeld... of, jongens, kunnen we even om de tafel zitten? Maar weet je, eigenlijk gaat dit niet over het auteursrecht van de compositie, de melodie en de akkoorden en de tekst. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om het gevoel van de productie. Hè? Het arrangement in de drums, in de niet mee te zingen dingen eigenlijk. En dat is een heel ander verhaal. Dat zou eigenlijk op een heel ander bordje moeten komen. Namelijk de producer, de productie, de platenmaatschappij. Maar niet bij de compositie, want het is een heel totaal ander... Is het hier ook niet misgegaan in de studio? Dat ze van Pharrell geluidsopnames hadden? Is dat dit dat weet ik niet liedje meer. Waarin hij zegt, Marvin is mijn hero? Nee? Nou ja, ik kan altijd geïnspireerd zijn door... Er zijn zoveel platen als je 24 Karat Magic van Bruno Mars... dan wil Uptown Funk... Uptown Funk is een goed voorbeeld. Dat is wel een duidelijke. The Time Jungle Love. Dan wil One Way met Let's Talk in een blender. Ja. Dus ja, en Oops Upside Your Head toch ook? Upside Your Head, ja. Hey, heb jij wel zoiets meegemaakt, Jeet? Ja, één keer. Heel lang geleden een liedje. En toen kwam er opeens een brief binnen bij mijn uitgever. En de plagiaatcommissie van Buma Stemra was aangeschreven. En een advocaat. En wat gebeurt hier, weet je wel? En dat was dus een liedje wat ik ook nooit gehoord had. Maar dat schijnt ooit een keer naar mij geë-maild te zijn. Oei. Maar ik heb dat echt... Dus ook e-mailtjes kun je maar beter nooit meer openmaken. Want dan heb je het gehoord. Ja. Nee, meld mijn privé. Maar uiteindelijk hebben we die zaak gewonnen. Want
ja, dat sloeg ook helemaal nergens op. En die mensen die dat toen hebben aangespannen, een paar jongens, die hebben ook excuses gemaakt. We hebben nog een keer ergens een glaasje gedronken in Club Dauphine afgelopen. Het is allemaal goed gekomen. Maar ik voelde me daar ook heel erg... je voelt je toch een soort van... Iemand valt je echt aan, hè? Van in je integriteit. Je hebt gewoon iets gemaakt. En je hebt echt totaal niet in de gaten dat dat misschien van iemand anders was. Mm-hmm. Dit was ook een nummer. Dat was nooit uitgebracht. Dus hoe hadden we het moeten horen? Ja. Ja. Maar denk jij echt dat er sommige mensen echt zitten te wachten tot er iets komt om... Ja, kijk, je kunt het toch niet goed voor de muziek? Nee, natuurlijk niet, maar het valt te proberen. Net wat jij ook zegt, weet je wel. Er gaat een hoop geld om in de popmuziek. Er zijn heel veel advocaten gespecialiseerd in deze business. In deze, ja. Denk ik, met plagiaat. En vandaag dacht ik, oh nee, toch niet Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Nirvana. Ja, en toen kwam ik met Nirvana aan, waarvoor excuses. Oh. Ja. Ja. Leg even uit. Come As You Are. Dat was een 1-op-1 rip-off van Killing Joke. Met een nummer genaamd 80s. Een punkband. Nou, moet misschien bekend zijn geweest bij Kurt Cobain. Ze wilden er een zaak van maken totdat Kurt Cobain kwam te overlijden. Dat is toevallig deze week 28 jaar geleden. En toen hebben ze gezegd, nou ja, uit eer voor de zanger, voor Kurt, doen we geen rechtszaak. Dus het is goed zo. Hadden ze eigenlijk achteraf gezien misschien niet moeten doen. Want laten we eerlijk zijn... Nirvana is er niet minder plaat op gaan verkopen na de dood van Kurt. Maar ja, wil je even horen? Eerst een stukje Killing Joke en daarna Nirvana. Het kan toch ook toevallig zijn? Kan ook met deze dag even niet. Nee, dat is weer punk. Komt uit de punk. Ja, je weet je ook. Luisterde die wel naar. Dus het kan toch ook onderbewust zijn dat je het... Ja, het zit wel een heel klein beetje in dezelfde stijl muziek. Dus dan is het ook iets meer mogelijk dat het had gekund. Dus... Ja, het erg is, we kunnen dus gewoon 40.000 podcasts hierover maken. Want er is zo ontzettend veel. Je hebt secondhand songs, die originals. En ga maar spitten, je komt zoveel tegen. In Nederland mogen we gewoon coveren. Maar dat is wat anders. Dan gaan de auteursrechten. Dan het geld gaat dan naar de originele componisten. In andere landen mag dat niet zomaar. We zijn echt een van de weinige landen waar dat zomaar mag. Oh ja, en dat zonder toestemming. Ja. Wij mogen zonder toestemming gewoon coveren. Ja, dat was toen met Jeroen van der Boom en Claudia de Breij, toch? Dat heel opeens... Ja, dat maar dat mocht in principe ook, toch? Gewoon. Jawel, maar dat als je dat dan niet weet als artiest zijnde. En, ja. Maar dan gaan alle opbrengsten gaan naar de originele artiest. Ja, Claudia. Ja. Dus als je Stef Bos gaat coveren, dan gaat wel alles naar Stef Bos. Ja, zeker. Oh, tot slot, Jet, hoeveel akkoorden kan jij spelen? Nou, heb je even... Kan je er vier? Hoeveel Want volgens mij heb je, zeg maar, als je met vier akkoorden speelt... kan je volgens mij tig nummers zingen. Ja. Zullen we het einde van de show proberen? Zullen we dat doen? Ja? Ik vind het wel leuk. Met z'n allen, Geert? Maar dan moeten zij ook even meedoen. Doe je ook mee? Ja. Jij mag ook meedoen. Ja. Kom maar. Straks is dat aan het einde van de show. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.